Yo, mijn naam is Jesper en ik heet je welkom bij een nieuwe 10. Met deze keer 10 misdaden gebaseerd op films. Op nummer 10, Halloween. Een horrorfilm uit 2007, genaamd Halloween, inspireerde een tiener om zijn moeder en zus te vermoorden. Jake Evans keek de film 3 keer in 1 week voor hij zijn misdaad beging. In de film speelt een jonge seriemoordenaar die hem waarschijnlijk inspireerde tot zijn daad. Nummer 9, The Matrix. Lee Boyd Malfo schreeuwde: "Bevrijd jezelf van de Matrix" nadat hij 10 mensen doodschoot in 2002. Hij zei tegen de regisseurs dat ze de film maar moesten bekijken om zijn motieven te begrijpen. En dan door met nummer 8, The Town. Een koppel stal $120.000 tijdens een gewapende overval. Ze waren verkleed als nonnen, zoals de roofoverval in de film The Town. Tijdens het proces droeg de rechter het kostuum zelf om te controleren of ooggetuigen hem konden herkennen onder het masker. Nummer 7, Dexter. Andrew Connelly identificeerde zichzelf met de tv-moordenaar en vermoordde daarom zijn 10 jaar oude broertje. De show inspireerde ook Mark Twitchell. Hij bouwde eigenhandig een replica van Dexter's Kill Room en vermoordde daar een man. Nummer 6, Rage. Deze film, gebaseerd op het boek van Stephen King, was de inspiratie voor Jeffrey Lyne Cox. Hij nam zijn klasgenoot in gijzeling. Gewapend met een geweer eiste hij een vlucht naar Brazilië en $1 miljoen. Hij werd al gauw overmeesterd. Nummer 5, Natural Born Killers. De Colombiaanse massamoordenaars schreven over de film Natural Born Killers in een jaarboek. De advocaat van de slachtoffers probeerde de productiemaatschappij aan te klagen voor het veroorzaken van geweld. Nummer 4, The Program. Een tiener van 18 stierf en een andere raakte gewond toen ze werden geraakt door vrachtwagens. Ze lagen midden in de nacht op een weg. Ze probeerden te bewijzen dat ze stalen zenuwen hadden, zoals in de film The Program uit 1993 ook gebeurde. Nummer 3, Taxi Driver. De moordpoging op Ronald Reagan is het gevolg van de film The Taxi Driver. John Hinckley Jr. keek de film meer dan 15 keer voor hij Reagan schoot. Hij probeerde indruk te maken op de hoofdpersoon Jodie Foster. Nummer 2, Fight Club. De Fight Club-fan Kyle Shaw probeerde de gigantische explosie in de film na te doen. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3,5 jaar voor het planten van een handgemaakte bom in New York. En dan op nummer 1, A Clockwork Orange. De film werd in het Verenigd Koninkrijk verboden voor een periode van 25 jaar, omdat er veel copycat-aanvallen voorkwamen. Onder deze aanvallen was een massaverkrachting van een 15-jarige en een moord op een kind. Ben jij nou helemaal gek van films? Ga dan naar het kanaal De Filmfabriek van mijn maatje Noah Seel. Dit YouTube-kanaal staat volledig in het teken van film. Dus wil jij de nieuwste filmtrailers en reviews zien? Klik dan snel op de oplichtende video op het scherm. Kijk je deze video op je mobiel of op je tablet? Dan staat het linkje ook voor jou in de videobeschrijving. Oké, ik zie jou de volgende keer bij je nieuwe team. Tot ziens!